Wanneer je een game in je PlayStation schuift waar het logo van Naughty Dog op pronkt, weet je op voorhand al dat je te maken krijgt met een stukje kwaliteit. Generatie op generatie weet de studio leuke, grappige, maar ook meeslepende games te leveren die garant staan voor uren aan entertainment. Met Uncharted 4, A Thief's End probeert de studio uit Santa Monica wederom de lat op zijn hoogste te leggen en tegelijkertijd een einde te breien aan Nathan Drake's avonturen. Het is tijd om de stoute schoenen weer aan te trekken en de schat van Naughty Dog te ontdekken. Net als in de voorgaande games in de Uncharted-reeks draait alles om Nathan Drake, vaak ook al Nate genoemd. Nathan, een schatzoeker puur sang, heeft het avontuurlijke leven ingerold voor een wat minder gevaarlijke manier van leven en probeert een normaal leven te leiden. Nu is het zo dat in het verleden gemaakte keuzes zelfs na 15 jaar nog consequenties kunnen hebben, iets waar Nathan in Uncharted 4 ook achter lijkt te komen. Het wederzien van zijn doodgewaande broer Samuel, die hem in een ver verleden ondersteunde in zijn avonturen, zet het burgerlijke leven van Nate nog even in de ijskast en dwingt hem er praktisch toe nog eenmaal zijn leven te riskeren voor een van Nathan's meest begeerde en langgezochte schatten. God, Sam! Oh, alright, take it easy. How? I thought you... I saw you get shot. Yes, you did. Right there. Op het gebied van de gameplay voelt Uncharted 4 als een echte Uncharted game aan. Al ligt de balans tussen de verschillende elementen in de game wat anders dan bij de vorige delen. De game zit nog steeds vol shootouts, puzzels en oogverblindende cinematics. Maar de nadruk ligt ditmaal meer op de verhaalvertelling. Nu is dat geen minpunt, want het uitstekend geschreven verhaal van Uncharted 4 ontpopt zich op een solide tempo. Naughty Dog's laatste wens was het verzorgen van een passende epiloog in de avonturen van Nate, waarbij kosten nog moeite werden gespaard. Het resultaat is een urenlange game die je van begin tot eind laat lachen, denken over het leven en heel soms even bij de keel pakt en een traantje laat wegpinken. Wat dat betreft is Uncharted 4 een absolute schat op zich. Abandoned outposts, a handful of watchtowers. Watchtowers? Avery was the most wanted man in the world. Ook Uncharted 4 bevat tussen de cutscenes door een bootlading aan shootouts die grotendeels goed door te komen zijn. Aan weg te plinken vijanden heeft Nate in ieder geval geen gebrek in de game. Nathan en zijn kompanen moeten het namelijk opnemen tegen een heel leger aan huurlingen, die behoorlijk goed bewapend zijn. Gelukkig heb jij ook de nodige schietlessen gevolgd en heb je een fighting chance. Vrijwel ieder slagveld is voorzien van nuttige schuilplekken, al zijn deze niet allemaal even kogelwerend. Regelmatig wisselen van dekking is dan ook van levensbelang. Schuilen in beplanting en hoog gras geeft je een extra voordeel, gezien je vanuit de flora die de wereld rijk is een tegenstander op indrukwekkende manier kan uitschakelen. Puzzles zijn er daarentegen een heel stuk minder in Uncharted 4, en de puzzels die je voorgeschoteld krijgt zijn niet bijzonder moeilijk. Ze zijn absoluut goed uitgewerkt en laten je met regelmaat even spieken in je dagboek, maar ze echt verprutsen zul je niet snel doen. Wanneer je een ogenschijnlijke misstap lijkt te begaan, wordt je namelijk door een van je partners vaak gevraagd of je het echt zeker weet. Het correct voltooien van een puzzel gaat vaak ook gepaard met duidelijk zichtbare of horenbare bevestigingen, waardoor je het eigenlijk niet echt fout kan doen. Ze lijken dan ook meer bedoeld om je op een interactieve manier meer achtergrondinformatie te geven over de schat en de voormalige eigenaar ervan. Okay. Should we go look? Yeah, just a second. Op grafisch gebied heeft Naughty Dog weer een absolute hoogvlieger gecreëerd met Uncharted 4. De spelwereld is oogstrelend mooi. De personages zijn tot aan de poriën gedetailleerd en de beweging is natuurlijk en vloeiend. Gezichtsanimaties zien er bijzonder natuurgetrouw uit en de uitmuntende voice acting maakt het hele plaatje compleet. Sowieso is de audio dik in orde. Als je je ogen sluit, heb je bijna het gevoel dat je naast ze staat, in welk werelddeel dat dan ook mogen zijn op dat moment. Het maakt de hier en daar slordige bug die je later in de game kan treffen meer dan goed. Yes. I. Sic Parvis Magna. Sam. Come on. Where are you? Crap.
Uncharted 4, A Thief's End is in de basis een game die zich toespitst op singleplayer campaign, die dan ook tot in de puntjes is uitgewerkt. Dat neemt niet weg dat de game ook een multiplayer kent, die ook zeker de moeite waard is om een keer te proberen. De multiplayer speelt in een heerlijke 60 frames per seconde en schotelt je enkele mooi uitgewerkte maps voor die zijn afgeleid van enkele locaties uit de singleplayer. De enige smet op de multiplayer lijkt de matchmaking te zijn, die niet altijd even vlug verloopt. Soms kan het echt oneindig lang duren voor je een volle lobby treft. Desalniettemin is het een leuke toevoeging aan een toch al lange game. Come on, help me play. Naughty Dog heeft alles op alles gezet om met Uncharted 4, A Thief's End, de franchise nog één laatste maal op de kaart te zetten. En daar zijn ze met vlag en wimpel in geslaagd. Nathan Drake en zijn partners zagen er nog nooit zo mooi uit. En het sterk geacteerde script laat je de game het liefste in één ruk uitspelen. Gemakkelijk zal dat alleen niet gaan, want Uncharted 4 duurt bijzonder lang, wat alleen maar toe te juichen valt. Mocht je toch nog niet genoeg hebben gekregen van het schatten zoeken, dan kun je je nog wagen aan de prima multiplayer, mits je voorbij de matchmaking komt. Alles bij elkaar geteld krijgt Uncharted 4 een 92. Voor de volledige review kun je uiteraard terecht op gamesensor.nl. Of course I've been locked up for the last 15 years, so it's all relative, I suppose. All right, I'll give you that. This is much better than prison. Well, my mug's run dry. Yeah, I was about to say, service here is lousy.